Goeiedag kijkers, welkom bij onze nieuwe aflevering van ons TBN-programma Zeg Het Maar. Op 30 april 2022 mochten wij kennis maken met de nieuwe Mr. Tropical Beauties Suriname. Wie hij is en wat hij in zijn dagelijks leven doet en hoe zijn journey eruit zag, zal Damien Doplein zelf aan jullie vertellen. Welkom Damien Do. Dankjewel dat vandaag aanwezig voor zijn in de studio. Ik geef het in mijn intro al aan. Op 30 april mocht jij weggaan met de titel Mr. Supernational, Mr. Tropical Beauty, om het zo te zeggen, in Suriname. Voordat we verder gaan om eigenlijk in te gaan wat je journey was, wat je allemaal hebt meegemaakt, willen we eerst weten, wie is Damien Doplein? Zo, Damien Doplein is een voetballer en ik ben ook vrijwilliger bij Stichting Buurtwerk Stubila. In het dagelijks leven ben ik barbier, maar dat had ik even stop moeten zetten. En ik ben nog student op het Technisch Instituut. Op het Technisch Instituut? Ja, na het in. Oké. Je geeft zelf aan, je was barbier en je bent ook vrijwilliger, voetballer. Hoe zagen jouw jeugdjaren eruit? Dank aan Stichting Buurtwerk Stubila heb ik gelegenheden gehad om Suriname te mogen vertegenwoordigen. In mijn jeugdjaren mocht ik sporten te Stubila, boeken lezen en me ook aansluiten bij een vrijwilligersorganisatie. Dat heeft me laten ontwikkelen en ik heb veel gevoetbald, nog steeds. Ik hou zoveel ervan. Mijn leven stond uit voetballen, naar school gaan en me bezighouden te Stubila. Mm-hmm. Yes. Okay. En ben jij de enige of heb je broers en zusters? Ik heb één broer, Romario Plein. Van mijn vaders kant heb ik... Nee, van mijn moeders kant heb ik twee. En van mijn vaders kant heb ik een aantal. Mm-hmm. Die kan ik nog niet opsommen. En ik heb één zus, Minerva. Mm-hmm. Yes. Oké, okay, dus het is eigenlijk een hele grote familie. Precies. En natuurlijk ook ondersteuning, om het zo te zeggen, als je zoveel bij de hand hebt, toch? Yes. Oké, okay, wat is jouw levensmotto? Ik zou zeggen strijder. Mm-hmm. Ik zou zeggen strijder, want ik heb een aantal keren moest ik meer uit mezelf halen. En een aantal keren moest ik gewoon tot mezelf praten van dit is niet het moment om op te geven. Dus ik zou zeggen strijden. Werk harder dan iemand die hard werkt. Oké, okay, dus je zou zeggen dat jouw doorzettingsvermogen eigenlijk heel hoog staat voor jezelf. Precies. Oké. Okay. Je geeft zelf aan, je hebt heel veel dingen meegemaakt en je zegt ook van, je hebt harder moeten pushen daarna. Eigenlijk is dit ook een van de dingen waarbij de jeugd tegenwoordig heen gaat. Wat gebeurt er? Ze geven heel snel op. Wat krijg je dan? Soms zelfmoord of soms depressie onder de jongeren. Zou jij misschien enkele dingen kunnen aangeven hoe jij bent omgegaan met jouw situaties? Mag positief zijn, mag negatief zijn. Maakt niet uit, maar je bent eruit gekomen. Zou je het misschien kunnen belichten? Yes, een van de belangrijke dingen is dat je met mensen moet praten. Mm-hmm. Uit je gevoelens. Soms kan het zijn dat je niet tot je moeder of vader kan praten. Maar je hebt zeker iemand die je vertrouwt, een vriend of een vriendin. En vertel de persoon uit je gevoelens. En praat ook tot jezelf. En een van ze is dat je niet bang moet zijn om te vallen. Hoe meer je valt, hoe beter het is. Want als je bent gevallen, failures, pijn, verdriet, die dingen maken je sterker. En die dingen zorgen ook ervoor dat je de volgende stappen voorzichtiger neemt. Of dat je wijzer gaat denken wanneer je een stap moet maken in het leven. Zo kortom, heb geen moeite ermee als je valt. Heb geen moeite ermee als het soms niet gaat. Het is ook goed, die dingen kunnen je wel motiveren. En praat tot jezelf. Praat tot je ouders, oftewel je vrienden, uit je gevoelens. Er zijn zeker mensen rondom je heen die je kunnen supporten. Ja, yes. En natuurlijk kies je juist de cirkel. Precies. Ja. Dat heeft geen zin om met iemand te praten en die persoon praat achter je rug. Ja, toch? Inderdaad. Oké. Okay. Naarmate wij ouder worden, gaan we naar school. Wat is jouw laatst genoten onderwijs? Nog momenteel met het Technisch Instituut Natin. Natin. Zou je verder willen studeren? Ik moet hem afronden. Natin wil je afronden, maar je wil niet verder.
Of toch wel? Nee, ik wil niet verder. Want Nathan is beroepsgericht, toch? Jawel. Je kan wel stage lopen. Precies, je kan wel stage. Vanaf derde klas loop je al stage. Oh, oké. Okay. Jawel. Oké. Okay. Wat zijn jouw leuke momenten op school geweest? De technische school. Een geweldige sfeer in de klas. Met mijn vrienden. We spelen vaak muziek in de klas. Tijdens, als ik het goed heb, is het Nederlandse lesuur. Wat niet altijd goed is, maar onze docent genoot soms ervan. Dat waren leuke momenten op school. En de lagere school kan ik me niet zoveel meer heugen. Toen had ik O-benen. En wanneer ik op school kwam, dan liep ik zo. Ik kantel naar één kant en ze riep om mijn pinguïn. En het werd een grote grap ervan gewaakt op school. Ja, dat zijn nou twee leuke momenten. Ja. En hoe ben je uit je dingen gekomen van de O-benen? Zo, ik ben gaan groeien. Want toen was ik kort. Ik ben gaan groeien. En de man had geen O-benen. Het is helemaal weggegaan. Maar het kan ook met voetballen zijn en trainen. Het kan, ja. Ja, het kan, ja. Dat je maar, soms uit de spieren uitrekt. Precies, maar het is gewoon verdwenen. Ja. Ter jouw geluk. Ja. Oké. Op school. Meestal zien we vaker dat je moet studeren. Je had je organisaties waarin je zit. Het combineren gaat soms moeilijk. Hoe heb jij dat doorstaan om alles te kunnen combineren en dan nog goed te zijn in wat je bent? Zo, dat was een van de minpunten van me. Combineren en plannen en time management. Ik ben me erin gaan verdiepen, maar het heeft me soms ook gekild. Want soms had ik bijvoorbeeld de volgende dag repetitie op school. En de dag ervoor had ik wedstrijd van 8 tot 10. En na een wedstrijd ben je uitgeput. Je hebt geen energie meer om je leerstof op te nemen. En de volgende dag werk ik slecht. Dus ik had een keuze moeten maken. Ik ben meer gaan slapen in de middag, want in de middag rustte ik ook niet. Want dan was ik bezig met de vrijwilligers, de Stubula. Dus soms was het echt na de school met de vrijwilligers bezig zijn. Daarna wedstrijd of training. En de volgende dag heb je repetitie. Het werkte niet. En dat was ook een van de problemen waarom ik vertraagd heb op het natin. Ik heb 2 jaar moeten blijven zitten overdoen. En wat ik zou zeggen is, maak een planning. Kijk als het realistisch haalbaar is voor jezelf. En dan kan je het doen. Indien niet, moet je van bepaalde dingen afkappen. Ja, anders red je het niet. Oké. Okay. Yes. Naarmate wij naar school gaan, wil je enkele centjes verdienen, maar je wil niet iedere keer, pa, mag ik alsjeblieft wat geld, dat ik wil wat snoep gaan kopen of noem het maar op. Dat zijn het wat bijbaantjes die we kiezen om onze eigen zakcentjes te maken. Wat was jouw eerste job? Mijn eerste job? Eerste job. Job. Gewoon, dat was een job met meneer Naldo, die woont in de straat bij mij, Qualisteek. Met hem heb ik gewerkt in de bouwsector. En daarna was het barbier. Ik kwam van voetbal een keertje en die heer wist dat ik haren knip. En hij zei, Mindo, als je op Spanje, je hebt media even. En ik ben hem gaan helpen. En ik heb 100 zoveel gemaakt die dag. En ik was like, je kan zoveel verdienen in één dag. En de volgende dag was ik daar op tijd. En vanaf toen is mijn barbiercursus begonnen. Ja, daarvoor heb ik gewerkt bij Digicel in de mall. En ook bij Hesties Barbecue. Okay. Ja, misschien heeft u een keertje gekocht en ik was een van de heren daarachter. Ja, dat zijn die jobs die ik gedaan heb. Ja. Maar is het niet echt een leuke journey? Want waar je vandaag bent, wat je job is en kijk waar je bent begonnen. Van die 100 SID, kijk naar wat je vandaag verdient. Ja. Het blijft een hele leuke journey die ik daarom die vraag alleen. Wat is je eerste job geweest en wat had je verdiend? En hoe oud was je eigenlijk? Zo. Sowieso beneden de 20. Want bouwt niemand. Sowieso 16, 15. Ja. Ja, want ik was nog jong. Ik denk 16, 15 in de buurt. Ja, want daarvoor mocht je niet echt werken van je ouders. Anders ga je de school verwaarlozen. Maar soms zijn we koppig om onze eigen centjes te gaan verdienen. Ja. Dus ik denk zeker tussen 14 en 16 jaar hoor. Ja. Oké. Als we kijken naar de journey Tropical Beauty Suriname,
We komen straks op wat jij hebt gedaan en waar jij bent. Maar wat is de organisatie Tropical Beauty Suriname? Voor zover ik weet, is het een organisatie die jongeren de gelegenheid aanbiedt om hunzelf te zijn. Om van zich te laten horen. Het geeft jongeren de gelegenheid dat Suriname kan zien wie ze zijn en welke jongeren we hebben in Suriname. Het haalt heel veel uit je. Het vergroot je netwerk. Het biedt je een platform aan. Want het is ook goed voor je cv. En ik denk nog heel wat andere dingen. Maar tot zover denk ik dat het is hoor. Ja, maar ik heb geen woorden ervoor. Mm-hmm. Niet omdat ik heb gewonnen, maar ze halen echt veel uit je. Want je kreeg ook cursussen, je kreeg ook lessen. Elke zondag hebben we heel wat lessen gehad. En die dingen scherpen je persoonlijke ontwikkeling aan. En dat is geweldig. Mm-hmm. Ja. Oké. En Tropical Beauty Suriname, natuurlijk ben jij weggegaan met de titel. Congratulations. Thank you. Maar hoe zag jouw journey eruit? Vanaf de inschrijving tot de auditie, tot het beginnen van de journey, tot jouw winnen? Oké. Ik kreeg een melding op mijn telefoon, Facebook. En ik ben gaan kijken. En Safiers Mario is een heer. Die heeft me gelinkt in een post van Tropical Beauties dat ze gaan starten. En hij zei, je moet meedoen. Ga de titel pakken, het is van jou. Dat was zijn comment. Mm-hmm. En ik was like, gewoon zo. En ik heb me opgegeven. Meneer Jermaine heeft gereageerd. Ik heb me ingeschreven. En toen zijn de trainingen begonnen. Mm-hmm. En mijn eerste training, ik luisterde naar conversaties van die kandidaten en een paar organisatorische mensen. En ik dacht, boy, dit is een niveau hoger. Ja, ik ben gewoon eerlijk met mezelf hoor. Dit is een niveau hoger. Ga je het aankunnen? Momenteel zei ik tegen mezelf, nee. Wat moet je doen om daar te zijn? Mm-hmm. Dan moet je meer gaan lezen. Vooral actuele gebeurtenissen in het land. Ja. En je persoonlijke ontwikkeling. En ik begon te lezen. Soms Engels boeken, soms Nederlands boeken. Dat heeft me geholpen om te groeien tijdens dit traject. En om te praten over mijn kandidaten. Ze zijn amazing. Allemaal zijn uniek. En ik ben zeer blij dat ik ze heb mogen leren kennen. We hebben geweldige dagen meegemaakt. We zijn uitgegaan een aantal keren te Waka Passi. Ook een beetje gedanst. Er werden foto's gemaakt door Itamar Maurus. En toen zijn we gestart met de eliminatieronde. Nee, daarvoor hadden we fotoshoot te Marshall Creek. Ja. Dat is goed gegaan. En mijn talentenronde, daar is het minder gegaan. En zonder dat u het weet, heeft uw moeder, is uw moeder toch? Ze heeft me gemotiveerd die dag. Misschien weet ze het niet. Ik was niet 100% voorbereid. En ik heb mijn talent de eerste keer gedaan, mijn gedicht, spoken words dus. En ik vroeg naar een tweede kans. En toen zei ze, toen vroeg ze Jermaine, nee ze zei Jermaine, je moet hem vragen als hij zijn gedicht kent. En dat heeft me pijn gedaan, maar is de realiteit. En ik sprak ook tegen mezelf van, boy, die dame heeft gelijk, je kent je gedicht niet. Maar je bent in een race om mister te worden. Als je je niet voorbereidt op zaken, gaat dat nooit lukken. Je gaat altijd als tweede of derde eindigen. En vanaf die dag, geloof het of niet, u heeft het ook gezien soms, was ik altijd met mijn stencil. Lezen, 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 lezen. Totdat ik het niet meer fout kan zeggen. En ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Want ik heb een les eruit geleerd. Klopt. Goed. En dat is gaan gebeuren. En toen kwamen de eliminatieronde. De eerste eliminatieronde zat ik in de bottom 4. Ik dacht, ik ga niet op mezelf stemmen. Ik heb het echt niet gedaan. De eerste keer heb ik niet op mezelf gestemd. Ik dacht, Suriname heeft me vooral gehoord. Laat Suriname bepalen en de juryleden als ik een kans verdien. Als ik naar de volgende ronde moet gaan. En toen ik in de bottom 4 zat, was ik like, nee, nam ik motto.
Dit was het, mensen. Dit was de Meandoplein voor jullie. Groetjes. Precies. En gelukkig niet. Ik ben er doorgegaan. Ja. En vanaf toen begon ik te promoten elke dag. En ook een paar keer gestemd op mezelf. Zodat ik niet meer in die bottom 4 kon zitten. Want daar zitten in die bottom 4 is niet leuk. Ja. Is niet leuk. Je voelt je zo broke. Is echt niet leuk. En ik ben er doorgegaan tot de finale. Ook hebben we gezien op Facebook een post van de organisatie. Maar ik wil niet daarop ingaan. Ik heb geen weet ervan. Maar de organisatie TBS heeft gewoon zijn of haar ding gedaan. En we hebben dit traject kunnen neerzetten, zoals u gezien. Yes, we zijn naar de finale gegaan. Het was een geweldige show. Ja. Tot de dag van de finale zelf was ik nog een beetje onzeker. We moeten gewoon eerlijk zijn. Tijdens dit hele traject heb ik Max en Itamar gevolgd. En Max is heel goed in woorden kiezen en praten en in de rust komen. Moeten we gewoon toegeven. En dat is geweldig van hem. En ik heb, misschien weet hij het niet, zonder dat hij het weet, heb ik geleerd van hem. Van hé, wanneer je praat, probeer rustig te praten en dan kan je de juiste woorden kiezen. Mm-hmm. En je moet jezelf ook gaan ontwikkelen. Klopt. Want je ziet wanneer hij praat, praat hij op een bepaald niveau. Maar dat heeft hij niet gratis gehad. Hij heeft gewerkt ervoor. En ik ben dat ook gaan doen. Itamar is zeer creatief. Ik ben me ook gaan verdiepen daarin in mijn pose, hoe ik een foto maak en dergelijke. Dus ik heb gewoon gegrepen van die twee heren van, hey, dit is goed, ik ga pakken voor mezelf. En op de dag van de finale waren Max en ik in de finale en Itamar nog niet. Toen werd hij gekozen en toen hij naar binnen kwam, dus backstage, zei hij aan Max en ik, heren, ik ben in de finale, dus jullie moeten oppassen. En dat heeft me ook getriggerd. Van Sang, vandaag is 30 april. Als je het vandaag niet goed doet, als je vandaag je beste beentje niet voorzet, ga je het niet winnen vandaag. Ja. En die woorden van Itamar hebben me echt getriggerd. Ik heb hem niet gezegd, pas na die show. Hebben me getriggerd dat ik mijn talent gewoon, ik denk dat ik het goed heb geuit. Ik heb het echt laten gaan. En tijdens de vragenronde was ik zenuwachtig. Jermaine vroeg het ook, maar ik ademde diep in door mijn neus. Dat je dat op die mic hoorde, ja. Precies. En uitblazen. Ja. Dat deed ik constant. Een moment heb ik mijn ogen dichtgemaakt. Dat deed ik constant. En hij vroeg me, je bent zenuwachtig? Ik zei, nee, ik ben in de rust. En hij heeft gelukkig een vraag gesteld. Die eigenlijk al was beantwoord. Precies. En ik was zo blij dat ik mijn vraag goed heb beantwoord. Ja. Toen ik mijn vraag zelf moest pakken, heb ik die niet 110% keurig beantwoord, vind ik. Want ik was al super... Ik heb het al goed gedaan. Dus, en ik, in die vraag heb ik mensen bedankt en dergelijke. Maar ik moest gewoon weer beantwoorden als het ware. Maar ik heb een vraag die ik keurig heb beantwoord. Ik heb mijn talent goed mogen uiten en ik ben dankbaar. Mm-hmm. Yes, dat is mijn end of the day, Mr. Tropical Beauty Suriname. Ja. Zeer blij. Ja. Want als ik jouw journey zou mogen volgen, heb ik altijd gezegd aan die andere heren ook, ik zei ze, jullie moeten oppassen met hem. Hij is stille water, diepe bodem. Echt oppassen. Ik zei het ook aan ze. Ik zei van oppassen voor iemand die zo rustig is. Zichzelf niet zoveel naar buiten halen wat zij hebben gedaan. Want constant posten, hyper zijn. Hey, laat me helpen, dit. Ja. Terwijl echt wat je al zei, je staat met je stencil. Rustig. Ja. Laat me in mijn rust, laat me dat zijn. Ja. Want ik zei ze oppassen met deze jongen. En ik had gelijk. Maar te komen bij de journey hebben jullie een platform mogen kiezen om het verhaal naar buiten te brengen waarvoor jullie staan. Waarvoor jullie zouden willen pleiten en wat jullie willen doen voor de maatschappij. Wat was jouw platform? Mijn platform is You Should Say No to Drugs. Mm-hmm. Ik heb ervoor gekozen en ik sta erachter. Omdat ik in 2019 heb geparticipeerd aan de First Caribbean Youth Forum Against mm-hmm. Drugs Abuse. En daar heb ik mijn certificaat gehaald en Suriname kwam als winnaar uit de bus van de 14 deelnemende landen. En
We hebben ook cursussen gehad, life skills lessen van drugs, dus die te maken hebben met drugs. Bewust, dat jongeren ook bewust worden van de gevolgen van drugs. Dus in feite heb ik me geschoold erin. En ik dacht, dan sta ik liever hierachter, want ik heb weet ervan. En mijn buurt, Latour, heeft ook een aantal problemen die te kampen heeft met drugs. Dus ik dacht, ik sta hierachter. En mijn project houdt in dat jongeren de kans krijgen om te sporten. En ook een barbiercursus mogen volgen. Want je hebt ook jongeren die geld willen verdienen, maar niet door haren te knippen. Maar ze hebben wel talent. En nu spelen we betaald voetbal in Suriname. En dan kan je met je talent gaan verdienen. Mm. Dan speel je voetbal en je gaat naar school, je doet twee dingen. Ik denk dat dat meer dan genoeg is. Dus het is één van die twee, maar ik ga beide doen in mijn project. Dus je volgt barbeerlessen of je volgt voetballessen. Mm-hmm. Want van beide kan je verdienen. Yeah. Dus dat is hem. En ik heb het gedaan omdat mijn buurt het echt nodig heeft. En ik wil daar starten, omdat je niet geheel Paramaribo gelijk kan pakken. En ik wil daar starten in Latour. Yes, daarvoor sta ik. Oké. Als we denken aan Mr. Tropical Beauty Suriname, wat zou jij willen betekenen voor een jaar? Voor een jaar? Wat zou je willen doen? Ten eerste mijn project neerzetten. Mm-hmm. En dat de mensen weten waarvoor ik sta. Met instanties, met de ODI heb ik al gepraat. En we gaan nog kijken wat we allemaal kunnen doen. Maar ik wil hier beginnen, hiermee. En ik ben ook al begonnen met mijn voorbereidingen. Mm-hmm. Mentaal en fysiek. Ik ben al gestart met de gym. Want ik heb ook een paar foto's gecheckt van Supernational, die heren. Hmm. En ik dacht, nou, je moet niet daar gaan omdat je moet gaan. Bereid je voor, wacht rustig en ga het doen. Ja. Maar in Suriname zal ik dus dan eerst mijn project moeten neerzetten. En dan zullen we zien wat er te volgen komt. Maar sowieso ga ik niet stilzitten. Ja, er valt heel veel te doen. Oké. Okay. Yes. Als we denken aan Damiendo Plein, wat zou Damiendo Plein willen zijn na 5 jaren? Na 5 jaren? Ik wil altijd professionele voetballer zijn. Mm-hmm. Maar ik zie dat God me steeds een ander pad wijst, zou ik zeggen. Een leidinggevende factor. Of iemand die waar nodig is voor dit land. Dus ik moet nog even kijken waarvoor ik dus echt ga kiezen na 5 jaar. Maar ik wil wel voetballen in Europa wel doen. Maar ik zie dat ik steeds een ander pad krijg, zou ik zeggen. Yes, and that's being a mister, being a volunteer, being a jeugdvertegenwoordiger, een prater voor de jeugd. En iemand die het gewoon op de correcte manier wil doen. Yes. Nee. Oké. Als jij zou denken aan jouw beste prestatie, nou, je hebt nu een bepaald leeftijd bereikt, wat zou jij jouw beste prestatie noemen tot nu toe? Deelname in Barbados. Mm-hmm. En het worden van Mr. Tropical Beauty Suriname zijn twee van de hoogtepunten in mijn carrière. Dat zou je zeggen van, dit was echt waarvoor. Ja, precies. Oké. En de journey is natuurlijk dat jij ons land gaat vertegenwoordigen in het buitenland. Waar kijk jij naar uit? Zo. Ik heb die pages bekeken op Facebook. Mm-hmm. Ik heb gezien welk niveau vereist is, wat er gevraagd is. En ik ga er naar toewerken. En samen met de organisaties, met de mensen, met Tropical Beauties, zullen we ook er naar kijken. En de minpunten van mij, de mindere dingen, zullen we gaan bevorderen, eraan werken. Dan denk ik dat ik gereed ben om dat te mogen doen. Want ik ga zeker voor de eerste plaats. Ja, je moet altijd het beste uit jezelf halen. En jezelf ook uitdagen. Ja. Yes. Oké. Tropical Beauty Suriname is inderdaad een platform die wordt gekozen om jongeren te vertegenwoordigen in het buitenland. En natuurlijk ook het sociale
de mensen, de networking. Het geeft je gewoon een heel platform. Een van de dingen is, als je zo'n Tropical Beauties titel wint, heb je inderdaad ook voor jezelf dat je cv heel hoog staat. Dus het winnen van jou is eigenlijk dat jij ook een voorbeeldfiguur wordt voor de Surinaamse samenleving en het bijzonder de jongeren. Heb jij een boodschap naar de jongeren toe? Zo. Een boodschap naar de jongeren toe. Educatie is de sleutel. Educatie is je paspoort naar je toekomst toe. Verwaarloos de school niet. Ik weet dat er dingen zijn waarvan jullie houden. Voetballen, dansen, anderen houden van zwemmen, basketballen. Maar verwaarloos het niet met je school. Maak een goede planning. Want ik zit vandaag aan de dag hier, maar ik heb problemen gehad met het plannen van mijn weekschema, mijn maandschema en mijn dagschema. Dat heeft ook gemaakt dat ik 2-3 jaren over had moeten doen op school. En ik wil niet dat dat jou moet overkomen. Dus maak een goede planning en verwaarloos je school niet. Als je problemen hebt, praat tot iemand die je gelooft. Praat tot iemand die je de push geeft. Praat tot iemand waarvan je ziet van, hey, met deze persoon kan ik opschieten en deze persoon kan veel voor me betekenen. Sluit je aan organisaties, want dat laat je ook groeien. Het helpt aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat is mijn boodschap aan de jeugd. No. Yes. Thank you en dankjewel voor vandaag om de tijd uit te stippelen om vandaag in het interview te komen. Namens Rachel in de belichting zeg het maar, wil je een klein geschenk geven? Hopelijk je kan genieten ermee. Thank you. Yes. En wij hopen je heel veel succes. En yes, wij kijken uit naar jouw journey voor Tropical Beauty Suriname 2022. Oké, thank you. Thank you. Yes. Wij zijn aan het eind gekomen van ons TBN-programma en zeg het maar. Jullie hebben het allemaal van Damien Duplein mogen horen hoe zijn journey eruit zag en hoe hij heeft gestreden voor de titel Tropical Beauty Suriname. Jullie hebben het ook mogen horen dat studie een van de belangrijke dingen zijn om te komen waar jij vandaag staat. Een talent hebben is niet alles, maar jouw studie daarachter, dat maakt jou de persoon in de maatschappij. Mijn naam is Shanita Bagwandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering en ik zie jullie tot de volgende keer.